Dutch Sport presents. The Dutch Money in the Bank Experience. So the journey begins. Welcome everybody to the Dutch Money in the Bank Experience, episode 1. Here we go. Taking the jet, the plane from Amsterdam to London City, and we can't wait. Here we go. In London, and well, we do a quick little room tour. It's not a crazy big room. We have the entrance, then you have a tiny little bedroom with a shower, but then a little kitchenette, everything, and then of course the bed with great view, 15th floor view, I love it. I'll stand there.
Guys, zo'n fiets is nu mijn carrière. En ik ben hier met... Zeker, doe ofwel de Dutch WWE-fan. Ja, dames en heren, daar zijn we. Eindelijk zijn we in Londen, in de Quantumania. Jij met de trein. Ik met de trein. Ik met vliegtuig. We hebben een race gedaan, heeft gewonnen. Ja, hier komt jou weer. Maar ik heb de koffertjes dus. Hij heeft de koffertjes, hij heeft uiteindelijk wel gewonnen. En zo meteen zullen we uiteindelijk, als alles weer dicht gaat, een match hebben voor deze koffer. Ik denk dat hij beter met de trein mee kan. Weet je gewoon dat we zijn in Londen. We zijn er klaar voor. Heb je er zin in? Ik heb er zin in. Heb jij er zin in? Ik heb er zo zin in. Morgen persconferentie. Let's go. Yes, dames en heren. En zo eindigt avond 1 voor mij. De Dutch Money in the Bank Experience. Dit geweldige uitzicht voordat ik zo ga slapen. Hier is ons zwembad. Dit is de uitzicht, het is echt fantastisch. Ik ben eigenlijk sprakeloos. Ik kan hier echt uren naar kijken. Maar morgen is er een belangrijke dag. We gaan interviews doen. LA Night voor de camera. Dus we moeten zo rustig gaan slapen. Zodat we helemaal prepared zijn voor morgen. Zien jullie morgen. Adios. Yo guys, dat is Mr. BYP, oftewel Yannick Pereira, en ik ben hier met... Gerard Buddenberg, ofwel de Dutch WWE-fan. Ja, dames en heren, goedemorgen. We zijn hier in hartje Londen, hè? De Marriott Hotel, voor de press conference, of dat is de press junket. Gerard, ik krijg zo allemaal superstars voor de camera. Laten we het hopen, ja. Laten we het hopen, dat weet je eigenlijk ook nooit. Maar we krijgen in ieder geval 3, denk ik. Ja, minimaal 3. We hopen alleen uit. Jazeker. Dan gaan we de dummy game spelen. Yeah. Zeker. Ja. Yeah. Yeah. Dus, nee, maar jullie zullen wel weer wat geroezemoes op de achtergrond horen. Het is knijterdruk, kleine zaal. Ja. Dus, ja, we gaan het zien vandaag weer. Het is echt niet normaal druk. Het is inderdaad een hele kleine opgekropte zaal. Ik denk dat hier een mannetje of... 60 staan inderdaad. Dus ja, het wordt. Het is proppen. Het is doen, maar we gaan er wel een leuke tijd van maken. Ja, zeker weten. Ja. Oh ja, en wie gaan we nog meer interviewen? Ja, ik noem ze altijd gewoon Pretty, maar zo heet ze niet. Pretty. Deadly of zo. Hè? Dit wordt goed. Ja, hij gaat de aankondiging doen. Ik word zo meteen gewoon. Mag ik dat zeggen? Ja, bij ons mijn kanaal wel. Allemaal genomen door die gasten, denk ik. Want ik spreek altijd hun naam verkeerd uit. Maar ja, je moet toch wat. We gaan het Pretty zien. Deadly. Jullie gaan het zien, nu. We zijn hier namens Factsport Info Wrestling met Pretty Deadly. I screwed up your names 17 times.
Plitly, and Bradley, and I did everything. So, tonight, new champs. Yes, boy, new so. Champion. All right, we're going to do a famous segment that you, a couple years back, invented, the dummy game. Okay. We're going to throw you a couple names. Yeah. If they're a dummy, just yeah. Go ahead. Okay. Roman Reigns. Yeah. Santos Escobar. Yeah. Dominic Mysterio. Dummy, yeah. Sorry. Ricochet. Dummy, yeah. Logan Paul. Yeah. Thanks, my man. Yeah. Triple H. Yeah. I'm finished. Seth Rollins. Gather yourselves. Seth yeah, Rollins. Yeah. Brock Lesnar. Yeah. Is everyone a dummy? I think you're starting to catch on a little bit. Here a dummy, there a dummy, everywhere a dummy. Yeah. Thank you. Well, first of all, thank you for the opportunity to be here. Being a WWE superstar affords you the opportunity to travel the world, to meet new audiences every weekend. You have a game plan with her? Yes. Okay, guys. This is going to go perfectly to our plan. We had a long 3-hour Zoom call with Dakota Kai this week, and we devised the whole... Shayna Baszler, we have a problem. 93 days ago, we were at WrestleMania Los Angeles. We spoke to each other. You said that you want to win the tag team championships. Well, you did. Congratulations. Yeah. But you're here again, all alone. Do you need to do all the dirty work or not? Ja, dames en heren, dat was dan de press junket. We hebben iedereen gesproken die er was. Er waren twee mensen waren er niet. En gelukkig dankzij het WWE personeel hebben we nog LA Knight kunnen spreken. Dat was wel heel vet. Maar kijk even om je heen, het is nu helemaal leeg. Het is eventjes heel anders dan net. Het geluid, daar moeten we even naar kijken. Het geluid, we hopen dat het goed is. Maar het was zo lawaaierig. Gerard en ik stonden 2 meter van elkaar, we konden elkaar eigenlijk niet horen. Dus we hopen dat alles goed is. Maar we hebben het in ieder geval heel leuk gehad. We hebben coole vragen kunnen stellen. En we zijn nu klaar om richting Smackdown te gaan. Of zoals Pretty Deadly zegt, Smackdown. Here we go. LA! 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 Ja, we staan hier voor het hotel, maar we hebben natuurlijk pest gehad. En de superstar stapt net een bus in en achter ons staan allemaal gasten ja, te roepen, te schreeuwen, dit is, te schreeuwen. Dit is niet normaal. En echt niet. Kevin Owens zegt echt zo, wij hebben nog wat te doen jongens, wij hebben nog wat te doen. Het loopt gewoon keihard weg. Laat ze met rust, als ze niet gaat bij de arena staan, ga dan niet bij het hotel. Laat ze met rust. Helemaal niks. Maar 10 speciale accounts voor gelijk. Zo'n gelijk ze hebben er nooit gehad.
A-Town. We'll be right back.
I think Cuzzo got this whole thing twisted. Oh. Do you think we actually trying to get back in? Earlier today, we spoke to the Usos. If you're watching right now live on BT Sport, you just saw that conversation. What a great chat we had with them. Beautiful later. We spoke to L.A. Knight. Yeah! He's pretty famous around these parts. That was a great chat. I really enjoyed that one as well. And there's more to come later on tomorrow. We zijn hier op de top van ons hotel. De O2 Arena ligt aan die kant. Even meedraaien met de camera. Die kant. En de rest van Londen ligt daarachter. Downtown. Het is een prachtig hotel met een mooi uitzicht van bovenop. Er is een zwembad daar. Maar dan mogen we niet filmen natuurlijk, for obvious reasons. En nou ja, hier kan je dus gewoon lekker chillen. Het hotel heet trouwens The Collective. Goed hotel. Mocht je ooit een hotel zoeken in Londen, zou ik deze zeker aanbevelen. Maar goed, wij gaan straks naar Money in the Bank. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel benieuwd of LA Knight nou echt gaat doen of dat Logan Paul stiekem die koffer gaat winnen. Voor de rest ben ik heel benieuwd naar de crowd. Gisteren was de crowd al on fire. Ik denk dat het vanavond nog beter gaat zijn. Dus we gaan er naartoe en ik zie jullie daar. Let's go. Arena in Londen. Je ziet Seth Rollins behind me. We zijn klaar voor Money in the Bank. Het wordt een fantastisch evenement. Het publiek was gisteren op Smackdown al zo luid. Zo ontiegelijk luid. Ik kan me niet voorstellen hoe het er nu voor gaat staan. Sold out crowd. Geen enkele kaart. Nergens meer beschikbaar. Niet op Ticketmaster. Niet op de AXS. Maar helemaal niet op die derde verkoopsite. Nergens. Sold out. Wij zijn er klaar voor. We nemen jullie mee naar binnen. Let's go. Thank you.
kom je naast zitten. Alles in de deur. Door die tafel heen gooien. En nu gaan ze door de tafel. Thank you.
to try to bring WrestleMania to London. Thank you.
Yes, dames en heren. Daar zijn we dan weer. Nu weer terug in het huisje. Althans, het huisje van Gerard. Hij zit bij de Thames. Ik zat ergens anders. Money in the Bank is afgelopen. Money in the Bank weekend is afgelopen. Wat vond je ervan? Tot zover ik het gezien heb, was dat heel erg leuk. Alleen, ik had een probleempje met mijn maag. Dus ik ben ietsje eerder weggegaan. Maar goed, tot de vrouwen leidermatch was ik er. Maar het publiek was uitzinnig. De interviews waren leuk. De interviews pakten heel goed uit, eentje. Ja. Toevallig. Dus wij zijn de aanstichters van een breuk. Ja, wij hebben Shayna Baszler hard aan de tand gevoeld. En misschien wel iets te hard, want een dag daarna flipte ze. Ja, ik denk dat het gewoon echt loskomt. Want ja, die vraag stelden we bij jullie WrestleMania ook afgelopen keer. En toen was het van, waar is Ronda? En nu dachten we van, daar komen we op terug. Dus we gaan gewoon weer die vraag stellen of ze al het vuile werk moeten opknappen. Ja, en dat pakte dit keer wel goed uit, want ze is behoorlijk gesnapt, om het zo maar te zeggen. Maar ja, ik vond het een geweldig evenement. Ik vond de fans hard. Ik vond de vibe die na Money in the Bank ook nog gewoon heerste rondom die O2 Arena was fantastisch. De interviews waren leuk. Ik denk dat we ook gewoon een leuk gesprek hebben gehad met de wrestlers en met de mensen van de WWE. Dus we zijn super dankbaar voor alles. En ja, we kijken uit naar het volgende evenement dat we gaan doen. Laat ons even weten welk evenement jullie leuk zouden vinden om te zien. Hè? Allemaal natuurlijk met ons. Ja, de Dutch Extreme Rules Experience. De Dutch Royal Rumble Experience. We hebben genoeg namen om te kunnen doen. Dus we gaan het aankijken. Laat het even weten en wij kijken wat mogelijk is. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Deel even die interviews rond. Spread them. En support de pagina. En mocht je op Facebook zitten, er is een nieuwe community waar je lid van kan worden. De Euro Wrestling Community. Spoiler free praten over wrestling. Ik denk dat dat wel aantrekkelijk is. Ja, dat gaan we eens even proberen op orde te krijgen. Ja. En we proberen daar ook nog even kijken of we met de buitenlandse media hun kunnen laten... hun video's laten posten daar ook. Zodat je meerdere inzichten krijgt van de interviews die gehouden worden. Ja. En hoe anderen het doen. Dus. En dat is altijd beter dan ons, hè? Altijd. Mm-hmm. Ik bedoel, wij doen het altijd niet goed. Maar het maakt niet uit. Het levert wel kostelijke beelden op. Zie je? Het waait een beetje hard. Maar mijn oor die flappert. Ja, jouw oor, mijn haar. Ik heb geen haar. Oh. Oké, dames en heren. Bedankt voor het kijken. En ik weet niet wat hiernaast gebeurt, maar adios. Later.